Mijn naam is Isis Collier en vandaag gaan we het hebben over een heel bijzonder en vooral ook heel belangrijk insect. Namelijk de bij. Velen van jullie zullen wel bekend zijn met de honingbij. Maar wist je dat in Nederland alleen al 370 verschillende soorten bijen bestaan? 370. En van die 370 zijn voor vele mensen de meeste onbekend. Daar is er natuurlijk een superveel te vertellen over bijen. Dus laten we beginnen. Nou, we staan hier nu naast twee bijenkasten. En in deze zitten voornamelijk zwarte bijen. En in deze zitten voornamelijk gele bijen. Nou, elk volk heeft een verschillende grootte. Je hebt volken van 20.000 bijen, je hebt volken van 80.000 bijen. Maar ook al zijn ze verschillend qua grootte, volken zijn altijd hetzelfde opgebouwd. Je hebt namelijk altijd één koningin, honderden darren en duizenden vrouwelijke werksters. Darren zijn de mannetjes. En hun enige taak in het bijenbestaan is om baby's te maken. Ze moeten zelfs gevoerd worden. Ze kunnen namelijk niet zelf eten. Of in ieder geval, dat doen ze niet. En als hun taken dan opzitten, dan worden ze massaal de kast uitgegooid door de vrouwtjes. En dit heet de darrenslacht. Klinkt luguber, en dat is het ook. Een vrouwelijke werkster leeft ongeveer 122 tot 152 dagen. En haar taak in het leven is om voor de koningin te zorgen, de darren te voeden en het stuifmeel te halen. Nou, komt ze tot het eind van haar carrière, dan verandert haar taak naar waterhaler. En dit doet ze totdat ze sterft. Bijen zijn erg belangrijk voor ons ecosysteem. En er wordt geschat dat 1/3 van het eten wat wij eten bestuift wordt door bijen. Dat is echt ontzettend veel. Dus je zou kunnen zeggen dat bijen niet alleen belangrijk zijn voor de natuur, maar ook voor ons. Er is alleen één probleem. En dat is gif. En gif wordt vaak gebruikt om bijvoorbeeld onkruid zoals dit te verwijderen. Het enige probleem met gif is dat het in het grondwater komt en dat wordt opgedronken door planten. En als een bij op die plant komt, komt deze ook in aanraking met dat gif en gaat zij dood. En dit heeft heel erg bijgedragen aan de bijensterfte die nu ook aan de gang is. Dus denk jij, ik wil iets goeds doen voor de bijen, ik wil die bijensterfte tegengaan, spuit zelf nooit gif. En zie je nou je vader, je moeder, je tante, je buurman gif gebruiken, spreek ze aan. Want wij hebben niet alleen de bij nodig, maar de bij heeft ons ook nodig.